Het doel is altijd om eerste keeper te worden. Je gaat er niet met een doel heen om tweede keeper te worden. Je gaat er altijd met het doel eerste keeper worden. En ja, dat zal het ook dit jaar weer zijn. En waar we eindigen, dat zien we dan alweer. Ik ga er alles aan doen om daar te komen. Tim Koremans, ja, de grote vraag. Hebben jullie lang niet gesproken. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja, zoals je hebt kunnen zien, denk ik, weer op het trainingsveld. Dus ja, dat is genieten. Dat stond je al langer, ook het vorige seizoen. Maar goed, je hebt al je pijlen op dit seizoen gericht. En het was denk ik ook wel een mooi gebaar voor jou vanuit Sparta. Dat ze jouw contract hebben verlengd, toch in een periode waarin ze niet wisten hoe jij ervoor zou staan. Ja, zeker weten. Ze zijn al eigenlijk al heel snel bij me gekomen dat ze wilden verlengen. En ja, daar spreekt gewoon heel veel waardering uit en heel veel vertrouwen. En dat, ja, dat waardeer ik zeer. Vorig jaar en andere seizoenen zou je ongetwijfeld toch als doel gelijk hebben gehad. Eerste doelman, is dat nu reëel? Ja, dat weet ik niet. Je weet ook niet wat er allemaal gaat gebeuren nog met het keeperschilde. En ja, weet je, het doel is altijd om eerste keeper te worden. Je gaat er niet met een doel heen om tweede keeper te worden. Je gaat er altijd met het doel eerste keeper worden. En ja, dat zal het ook dit jaar weer zijn. En waar we eindigen, dat zien we dan alweer. Ik ga er alles aan doen om daar te komen. Ja, voor jou zou het helpen als Okoye, die een fantastisch jaar gemaakt zou hebben, een transfer zou maken. Wat vind je van hem? Want hij heeft echt wel indruk gemaakt het afgelopen jaar. Hij heeft natuurlijk een goed jaar gehad, inderdaad. En ja, of hij een transfer maakt of niet, ja, dat gaan we allemaal zien. Maakt hij geen transfer, dan ga ik de strijd met hem aan. Maakt hij een transfer aan, dan ja, ga ik ook de strijd aan. Ja. Ja, het is te begrijpen dat hij natuurlijk wel wat krediet heeft opgebouwd afgelopen jaar. Dat is logisch, we hebben het goed gedaan. Dus we gaan het allemaal wel zien. Ja. Ja, je bent natuurlijk geblesseerd geraakt in de voorbereiding. Ben je dan extra voorzichtig of hoe kijk je daar toch op terug? Ja, in het begin dan ben je wel voorzichtig eigenlijk. Maar ja, op een gegeven moment ben je er een beetje doorheen. Dan ga je gewoon je normale ding doen eigenlijk. Gewoon normaal ballen pakken en dan gaat het wel langzaam uit je hoofd, zeg maar. Ja, nu heeft Sparta echt een geweldig jaar meegemaakt. Is dat dan extra pijnlijk als je daar ondanks dat je natuurlijk wel tussen de jongens zit, daar toch geen deel van uit kan maken? Ja, van een afstandje heb ik natuurlijk ook wel genoten van die jongens, maar ik had er maar altijd graag bij geweest. Ja. Dat zul je wel begrijpen. Ja, dit jaar zal ongetwijfeld iedereen denken, ja, het moet wel weer zo mooi worden. Of in ieder geval dat Sparta toch rond plek 9, plek 10 weer gaat spelen. Is dat Rio? Ja, die verwachtingen die zullen vast wel zijn. Dat heb je na zo'n goed jaar, denk ik. Maar ja, ik denk dat we gewoon realistisch moeten blijven. En in eerste instantie veilig spelen. En dan gewoon langzaamaan die weg naar boven weer vinden. Eigenlijk net als afgelopen seizoen.